Een hele goede morgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben een beetje ziek. En dat zeg ik super vrolijk. Dat is helemaal niet leuk. Ik denk dat ik grieperig ben. Ik heb heel erg last van mijn keel. Dat hoor je misschien wel. En ik heb zo'n pijn aan mijn lichaam. Maar ik heb goed geslapen. Dus ik voel me beter dan gisteren. Dus ik dacht, ik pak meteen mijn vlogcamera erbij. Want ja, ik ga wellicht wel weer leuke dingen doen. Dus dat moeten jullie ook zien. Nou ja, het is niet alleen dat ik jullie alles wil laten zien in mijn leven. Het is ook een beetje voor mezelf dat ik een soort videodagboek heb. Zo zie ik het ook echt. Ik hoorde een pingeltje. Oh, dat was denk ik mijn laptop. Ja, een soort videodagboek waar ik dan later op terug kan kijken. Ik heb het echt al best wel lang gedaan. Dus het is best leuk om op terug te kijken ook. Daardoor, ja, vergeet ik dingen niet in het leven. Een soort legacy voor mezelf. Nou ja, ik vind het in ieder geval heel leuk om mijn eigen vlogs van jaren geleden terug te kijken. Dus toen dacht ik, ja weet je, dan moet ik ook wel nieuwe vlogs maken. Want als ik niet nu deel wat ik op dit moment aan het doen ben, dan vergeet ik dat. Dan is er op een gegeven moment geen oude vlogs meer om terug te kijken. Want dan stop ik er gewoon mee. Dat is zo zonde. Nou ja, het is wel een saaie dag vandaag, want het is een werkdag. En ik ben dus ziek. Dus alles wat ik gedaan krijg, is leuk. En alles wat ik niet gedaan krijg, is niet erg. En dat is een hele lekkere mindset. Dus ik ga nu podcast editen vandaag, staat op de planning. Dat vind ik namelijk heel leuk om te doen. En dat is altijd, als ik dan niet zo gemotiveerd ben of zo om te werken, is het altijd goed om dingen te doen die ik leuk vind. Dus daar ga ik mee aan de slag. Goedendag, het is zaterdag inmiddels en ik heb net lenzen ingedaan en dat deed een beetje pijn aan mijn ogen. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik het lenzenvloeistof te lang gebruikt heb. Die moet ik vervangen. Dat moet je eigenlijk iedere keer vervangen, maar ik ben een beetje lazy. Don't be like me. Ik heb date night. Kijk, achter jullie zit dus een spiegel. Dus daar kijk ik in. Want ik ga vanavond uit eten en met mijn vriendinnen Michelle en Nina, plus de aanhang. Hoe leuk. Dit gebeurt echt nooit, want Nicky wil nooit mee. Hij zegt zo, ja, het zijn toch jouw vriendinnen? Maar nu hebben we hem gewoon verplicht dat hij ook mee moest. Dus, superleuk. En ik heb er heel veel zin in. Zoveel zin in dat ik dus mijn haar heb geblowdried. En dat is altijd heel veel werk. Maar het is gelukt en ik vind het resultaat wel nice. Het heeft wel volume, had ik het idee. Benieuwd hoe lang dat volume blijft. En ik heb dus iets superleuks. Ik ga dus... ik heb een leuke samenwerking met Ana Luisa. Dat is een merk van... Guess it even. Het is... jewelry. Sieradenmerk. En ik heb dus heel lief 3 pakketjes mogen ontvangen van Ana Luisa. Ik heb trouwens ook een kortingscode. Die zet ik even in beeld. Mocht je die willen gebruiken. En je kunt ook het linkje in de beschrijving gebruiken als je zelf de shop even wilt checken. Ik heb dus 3 hele leuke dingen uitgekozen. Laten we met deze beginnen. Hoe schattig is het ook ingepakt? Zo leuk. Heel leuk. Dit vloekt trouwens met mijn nagels. Maar dat maakt niet uit. Oh ja, dit is het armbandje dat ik heb gekozen. Het is allemaal goud wat ik heb gekozen. Want ik zit helemaal in mijn goud era. Superleuk deze. Nicky zegt, wow, wat een hoop sieraden. Begin je in een handeltje. Maar armbanden ben ik zo slecht in. Daar moet Nicky even mee helpen zo. Oké, gaan we naar het volgende. Oh ja, deze. Dan denk je, een rondje? Nee. Ze hebben dus in alle letters kettingen. En ik heb uiteraard O gekozen van mijn lieve schatje Olivia.
Maar ze hebben dus van alle letters. Ik vind het zo... Kijk, ik vind sieraden met namen kunnen heel gauw kitschy worden. Maar ik vind deze dus super nice uitzien. Echt heel classy. Dus die ga ik eventjes omdoen, want ik wil hem heel graag omzien. Ik hoop dat de lengte maat goed is. Maar dat kun je dus allemaal doorgeven. Welke maat je wil. Ik vind deze wel leuk als die een beetje strak zit. Dus moet ik even goed kijken. Oh, dat gaat weer helemaal niet met dit haar natuurlijk. Even onder het haar doen. Ik ben ook veel te ongeduldig hiervoor. Maar als ze om zitten, zitten ze om, hè? Dan hoeven ze niet meer af. Denk ik. Oké, hij zit. Oh, wauw! Oh, de subtiliteit hiervan ook. Fantastisch. Wacht, misschien kan ik... Hey, doe jij eens niet. De poes wil er ook mee spelen. Ga jij eens eventjes weg. Ik ben een stoute poes. Heel mooi. Helemaal weg hiervan. En als laatste pakketje heb ik nog meer kettingen. En ik vraag me af of ik dit bij elkaar kan dragen. Het zijn toch allebei kettingen? Of is dit geen ketting? Het is in ieder geval deze prachtige... Oh, er zit een zakje omheen voor de beveiliging. Deze prachtige gouden steen. Oh, die vond ik... Even gouden. Groene. Die vond ik zo mooi op de website. En het stelt me totaal niet teleur hier. Want hoe mooi. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. En dan nog een chain erbij. Een gouden. Is dit nou de armband of is dit ook een ketting? Nee, het is een ketting. Ik ga alles omdoen. Of is dat too much? Ik denk dat deze heel mooi is in zijn subtiliteit in zijn eentje. Maar misschien kan alles wel gewoon bij elkaar. Dat kan natuurlijk ook. Heel leuk dat ze met me willen partneren. Ik zou zeggen, neem allemaal even een kijkje. Al is het niet voor jezelf, dan is het voor je vriendin misschien. Ik heb ook mannelijke kijkers natuurlijk. Gun je wifi wat gouden sieraden. Maar dit kan wel bij elkaar. Ik ben hier helemaal weg van. Oh, hoe mooi. Het is zo mooi in je hals gewoon. Wauw, ik ben helemaal excited. Ze hebben dus ook leuke ringen. Mocht je nog een ring zoeken. Ringen, armbanden, kettingen. Misschien ook wel enkelbanden. Ik ben zelf niet van de enkelbandjes, maar misschien hebben ze die ook wel. Ik ben hier helemaal weg van. Gebruik mijn kortingscode, dan krijg je sowieso nog korting. Ik zou zeggen happy shopping. Ik ga lekker daten. Doei. Hallo. Hallo, hallo. Het is donderdag. Ik weet helemaal niet of ik al iets gevlogd had deze vlog, maar dat zie ik straks wel in de edit. Afgelopen vrijdag, dus dat is vorige week, is Riff geboren. Onze nieuwe vriend. En, of onze nieuwe vriendje moet ik eigenlijk zeggen, want zo groot is hij natuurlijk nog niet. En ik had jullie vorige week laten zien in de vlog dat we echt een leuk cadeau hadden. Die bobbel. Die gaan we dus morgen geven. Maar ik had ook al wat andere dingetjes in de loop van de tijd gekocht. Dus ik dacht, weet je wat, die ga ik ook even laten zien aan jullie. En ik ga ze ook nu inpakken. Dit is rompertje. Daar ga ik Riff op bedrukken. Dat ga ik nu doen. En dan heb ik nog een bal. Dit zijn dus echt hele fijne ballen. Echt die baby's al heel snel zelf mee kunnen spelen. Het is heel leuk om vast te houden. Gewoon heel leuk. Het heet O-bal. En ik heb er een hele hoop gekocht. Omdat ik er een soort van... Ik vind ze zo leuk. En je kunt ze dus niet kopen in Nederland. Dus ik heb ingekocht vanuit het buitenland. En ik dacht, ik ga dit zelf opzetten. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Mocht je interesse hebben, stuur me een DM. En dan
kan ik er eentje naar je toesturen. Want ze zijn echt heel leuk. Kijk, het zijn... Ja, dit is dan beige. Want daar houdt dan Merle van. Maar je hebt ze ook in het roze. Ik heb ze in het soort groen-grijs. In het mooie koperkleur, oranje. En in het oud roze. En in het wit. Die hebben jullie gezien. En ik heb ook dit bordje gekocht. Siliconen bordje. Die je van vast kan plakken aan je tafel. Zodat ze niet hun bord van tafel gooien. Want dat doet Olivia dus heel veel. En ik kon deze ook nergens voor een normale prijs vinden in Nederland. Dus die had ik ook ingekocht. Dus mocht je die interessant vinden, stuur me vooral een DM. En dan kan ik er eentje naar je opsturen. Dus dat eigenlijk. Dat ga ik nu inpakken. Maar eerst ga ik dan het rompertje drukken. En inpakken. Dus ik denk dat ik hier maar even een timelapse van maak. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Dit is het eindresultaat. De drie kleine cadeautjes ingepakt. Grappig is die ingepakt. Dat had ik een keer op TikTok gezien. En dit is dan die wobbel. Die had ander inpakpapier. Ook wel leuk. Ik vind dit ook wel heel leuk inpakpapier. Dus dit is helemaal klaar. Dan kunnen we morgen lekker op kraambezoek. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En wij gaan vandaag naar de landgoedver. En ik dacht, dat is leuk om te vloggen. Dus wij zitten nu even buiten te spelen met de fam. Let niet op onze tuintafel. Die moeten we nog... Hey. Die moeten we eigenlijk nog fixen. Dus voor nu doen we het hierin. Oh, die poes zit in de zandbak. Hey, kss. Niet in de zandbak. We gaan naar de landgoedver. En jullie gaan mee.
Dus let's go. We zijn aangekomen op het Landgoed Ver. En we hadden al online een ticket gekocht. Dus we kunnen gewoon hier langs oplopen. Lopen hier rond. Oh, hier kun je een ezel aaien. Ik heb mijn eigen ezels die kan aaien. Niet zo hard lachen, jongens. Dan gaat hij alleen maar meer grappen maken. Die flauwe grappen. Vond ze mooi, hè? Ze vond het grappig, ja. Die ja. Mensen moesten lachen. Ja, ik hoorde het, ja. Dat was ook zo'n en paar ook munten op halen. Ja. Eten. Ja. Hallo. Hallo, Olivia. Zit jij in de wagen? Mooi, oh, yeah. Olivia zit in de kinderwagen. Mickey's even muntjes halen. Kan die eten halen. Kijk, hier heb je een eco-tuintje en ik ga een beetje inspiratie opdoen, want wij gaan onze tuin, gaan we ook een moestuin van maken in de voortuin. Want we hebben best wel een grote voortuin en daar doen we niks mee. Dus best zonde. Dus we gaan hier ook een beetje inspiratie voor de moestuin doen. Opdoen. Voel me, ja. Kies maar even. Je, hebt nog, je mag ook nog even nadenken erover. Dus Nutella? Ongeveer, ja. Ik leg dit het ziet op de er zo lekker uit. We hebben net een flesje ginger shotjes, ja, hoe heet dat? Ginger shot gekocht. Van dit merk, Paris Ginger. En dan, dat kun je dus 3 maanden in de koelkast houden. En wij drinken allebei graag een ginger shotje om de dag te beginnen. Dus die hebben we even een flesje meegenomen. De Jones auto's. Oh ja. Ik moest dit even vloggen van Nicky, want dan zie je echt dat het een Landgoed Ver is met allemaal oude trekkers. En deze heeft mijn pa ook een nieuwe trekker. Deze blauw? Ja, lijkt wel. En ook een Ford. Een Ford? Nee, je vader heeft geen Ford toch? Die heeft nieuw. En hier zijn van die Indiana Jones auto's. Het is echt best wel groot deze Landgoed Ver. Allemaal oude, alle meuk. Ja, was hier niet de kinderboerderij? Dat zou zomaar kunnen. Dan gaan we eens even diertjes aaien met Olivia. We zien dat dieren kunnen doen dat je de konijnen aait of dat we weggaan. Zijn er kippen? Ja, kip. Nou, laat het eten. Nou, dit zijn wel hele kleine. Deze zijn wel heel wat zijn dit voor kippen? Dit zijn Hollandse sabel. Nou? Ja, nou ze groeien nog wel iets hoor. Ze worden niet geboren, maar. Nee. Oh. Nee, mama is er niet bij. Ik heb ze zelf uitgevoerd. Mama is niet van mij. Ze zijn wel mooie kippen. Ja. Hele mooie. Zijn hele mooie, ja. Kunnen we niet na het weekend helpen halen, twee of zo? Nee, helaas. Nee? Nee. Dat was te proberen. En dan waren ze al lang gekomen. Ja, precies, ja. Iedereen zei, alle mooie kippen. Ja. Ja. Hoe heten ze? Zij Hollandse? Sabel. Ik heb er echt nog nooit van gehoord ook. En is dit dan een speciaal ras ook dan? Ja. Ja, je hebt zoveel rassen van. Ja, dat is waar. Dat, ja. Ik weet ze ook niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Want, nee, dat is, ik denk dat ook niet. Dat gaat je ook niet lukken, denk ik. Kleurslag die en kleurslag die. Wat doet hij zo? Snuffelen. Wat doet hij? Hoi. Daar kunnen we. Nee, dat doe ik niet. Oh, mensen die schattig. Dat wordt hij als hij groter is. Dan heb je het idee een klein beetje. Zo, dat is wel mooi. Ja. Ja, hè? Ja. Dus er komt nog heel wat aan, met andere woorden. Ja, 100% ja. Heet die haar? Ja, ik heb hem even al gegoogeld. Ja. Oh, dus ze worden wel echt groot. Nee, ja, nee, de kielen, nee. Dus dit zijn wel de kleine kippen. Ze worden niet zo groot als een gewoon normale legkip. Laat ik het toch zo zeggen. Ja, wij hebben thuis ook krielkippen. Dat is ook van die kleine, okay, van die cochins. Ja, nou, twee keer zo groot, om het zo maar te zeggen. Ja, ze ja. zijn ook wel leuk om samen in trok te hebben. Ja, maar hij wil ze niet kwijt, dus helaas. Nee, ja, nee. Volgend jaar dan... Oh, kijk. Nou. Dan kom ik volgend jaar weer terug. Ja. Zitten jullie hier met 50 van die krielkippetjes? Ja, ik wil ze hebben, dus dan... Hè? Nou ja, ik denk als je er nou bij van 30 of 40 euro voor vraagt, iedereen het ook wel wil betalen. Ja, zou het zo gek zijn met de kippen? Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Kijk, ik heb de eieren gekregen, weet je. Dus ik ja, ik heb bij de dieren speciaalzaak, cochins per stuk 17,5 euro.
Echt? Ja, ja, dan waren echt geen speciale kippen. Ja, de... Dan heb je er 1000 in dozijn om het zo ja, te zeggen. Ja, 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 precies. Ja. Dus, nou ja. Dan moeten ze maar gauw aan de leg met andere woorden. Zullen wij de schaap eens aaien? Olivia, zullen wij de schaap aaien? Anders kom je weer flamen. Mama, eerst? Wat een lief schaap. Snap ik, ja. Wauw, kijk deze ruimte. Het is toch net Harry Potter hier. Zo mooi. Hier krijg ik echt... Nee, ik heb slippers aan. Ja, misschien toch wel eventjes. Mag ik er even heen lopen? Ja. Hier krijg ik dus helemaal Harry Potter vibes van. Van het gebouw hier binnen al, maar dit is het boothuis. Dus even kijken hoe het er binnen uitziet. Dat is toch fantastisch mooi. Ik ga even jullie... Dat jullie mijn reactie kunnen zien. Want dat zal vast leuker zijn dan alleen het gebouw. Want dan kun je net zo goed zelf hierheen gaan. Het is volgens mij echt heel magisch. Hoi. Ik wou even kijken. Mag dat? Mag binnen? Ja hoor. Oh, fijn. Wauw, dit is zo mooi. Kijk al. Ja, dit is helemaal goed. Mooi. Echt heel mooi. Dat dat er gewoon bestaat in Nederland, hè? Bizar mooi. Gewoon schapenherden. Schapenherden gaan ze hier doen. Het is een soort driehoekig fluitje. Moeilijk te zien, denk ik. En het is best alleen oefenen om daarop te fluiten. Dan ben je weer een paar maanden verder voor de echt één gelijke toon erop hebben. Voor mijn kambaai, dus mijn links, gebruik ik... Twee keer kort signaaltjes. Ik zei, we trainen eerst kambaai, dan geef ik het fluitsignaal. Knap is dat, hè? Naar rechts. Ja, toen zaten we bovenin en papa onder. Die vindt het heel spannend. Nou, Olivia vindt het helemaal niet spannend. Nee. Oh, nou laten we maar niks uit de tas halen nu. Wat een uitzicht! Nou, dat was de landgoedver op de Mariënwaard. Erg leuk. Dit was de laatste dag, dus je kunt er niet meer naartoe. Maar ik ga hem wel in de agenda zetten voor volgend jaar. Want het is echt een leuke ver. Of wat zeg je, meer een braderie of zo is het. Erg leuk. En dan ga ik ook... Heet wel de landgoedver. Dus, ja, landgoedver. Is dit einde van de vlog? Ja, maar je stond heel ver hoor. Nog wel een stukje verder. Oh. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Was weer erg leuk. Een weekje om te vloggen. Dus ik zie jullie graag bij de volgende vlog weer. Gaat lekker zo met vloggen.